Dit is de Boekathon, live van op Lees, het boekenfestival. 49 uur, 190 boeken, evenveel trotse schrijvers en één Tom de Kok. Met maar één doel, stapels verfrissende leestips. Welkom bij de Boekathon, jouw literaire inspiratiebron. Dat zijn we. We zijn hier altijd op weg naar een volgend goed boek. We duiken meteen in deze, Oscar en het avontuur in de speelgoedkist. Het is een heel bijzonder boek. Het gaat over onder andere Doris Doge en Frauke Heide en illustraties van Chris Vosters. Dat is het, hè? Daar gaan we het over hebben. Voilà, bij deze. Zeer welgekomen, Doris en Chris. Ja, ja, klopt. Dat klopt. En dan ontbreken we nog iemand, Frauke. Frauke, ja. Ja. Die kon er niet bij zijn. Die kon er niet bij zijn vandaag, nee. Doris, zal ik bij jou beginnen? Ja. Wat staat er in dit boek? Dit boek is een zelfhulpboek voor kinderen die lijden aan PTSS of posttraumatische stressstoornis. Dus het is in feite een zelfhulpboek waarbij de criteria en je wegwijs maken een stuk rond wat PTSS is, terwijl dat eigenlijk niet in het boek zelf staat. Want het boek is een heel leuk avontuur die Oscar beleeft, die vastgekomen te zitten is in een kist en die moet allerlei avonturen beleven om uit de kist te komen. Het zijn metaforische dingen die er zijn eigenlijk om die PTSS aan de man te brengen, laten we zo zeggen, en vooral een hoopvol idee te geven over. Voor kinderen? Van welke leeftijd? Van 4. Ja. Vanaf 4 tot 12. Maar wij hebben ook gezien, sinds het boek uit is, dat het ook enorm aanslaat bij volwassenen en ook door veel volwassenen gelezen wordt in feite. Ja. Ja. Jij bent psychotraumatoloog en kindertherapeut. Kan je misschien toch voor ons dan even uitleggen wat PTSS is? PTSS is posttraumatische stressstoornis. Is eigenlijk een gevolg, een stoornis, ten gevolge van het ervaren van traumatische situaties die je meegemaakt hebt. Dus en dat heeft eigenlijk 4 criteria. Om dat te kunnen uitspreken, moet je vermijden. Dat wil zeggen dat alles wat met het trauma te maken hebt, wil je eigenlijk niet meer mee te maken hebben, wil je niet meer aan denken, wil je niet meer mee geconfronteerd worden. Je hebt herbelevingen, dus facetten van het trauma op allerlei vlakken. Nee, lichamelijk, qua gedachten, qua beelden, komen terug binnengevallen, laat het ons zo zeggen, dus herbelevingen, flashbacks. Derde is dat er een verandering is gekomen in je gevoelswereld, dus hoe je je voelt met zeer veel trauma-emoties, zoals schuld, schaamte, machteloosheid. Ook veranderingen in je gedachten, dus hoe je kijkt naar jezelf. Natuurlijk niet positief, dus veranderingen negatief kijken naar jezelf. En ook veranderingen kijken naar de wereld en naar je toekomst. En dan de vierde cluster is in feite een verhoogde arousal. Dus dat je een beetje in een soort hyper komt, die zich kan uiten in slaapproblemen en alle andere soort geagiteerde toestand. Hoe krijgen kinderen dat? Kinderen krijgen dat wanneer ze geconfronteerd worden met traumatische ervaringen. En daar hebben we dan, dan komen we op dat gebied van trauma en hoe we kijken naar trauma. En tegenwoordig, heel de moderne visie van trauma is dat wij zeggen, trauma is eigenlijk dit soort ervaringen die zo'n impact op je hebben, die zo'n, je zo shockeren bij wijze van spreken, dat je functioneren in feite daardoor beïnvloed wordt en dat je niet meer, normaal is het verkeerd woord, maar niet meer eigenlijk kan functioneren zoals normaal. En dat kan alles zijn. Het kan gaan van pesten over mishandeling tot oorlog. Ja. Oké. Dan komen we bij dit boek. Dat is deel van dat is een mogelijkheid om dat te behandelen bij een jong kind. Was daar nood aan? Ontbrak dat? Er was eerst en vooral nood. Het boek is vooral ook sensibilisering, zeker naar trauma en naar PTSS bij kinderen. Ja. PTSS is iets wat niet zo vaak gedefinieerd wordt of gediagnosticeerd wordt. En vooral bij kinderen is dat nogal taboe in feite. Maar goed, dus dit. Maar ook omdat wij via het boek dus wilden sensibiliseren, maar ook een hoopvolle boodschap wilden geven dat je PTSS kan behandelen. En dat wij met een zelfhulpboek dan ook nog dat toegankelijker wouden maken. Ook. Ja. Er is trouwens ook een handleiding bij, die dus gedownload kan worden en waar ook de hulpverlening of ouders of mensen die met kinderen ook aan de slag gaan, daar kunnen zich laten begeleiden. Ja, het is
Het is ook gewoon een avontuur, hè, het boek. Ja. Met Oscar, hè, en zijn speelgoedkist. Wie heeft het verhaal geschreven? Het verhaal werd geschreven door Frauke Heide. Ja. Is trouwens mijn dochter. Aha. Ja. Is schrijfster en scenarist. En zij heeft dus het verhaal gemaakt. Ja. Ja. En dan zijn jullie uitgekomen bij Chris Vosters. Chris, jij geeft les aan de Kunstacademie. Ja, dat klopt. Ja, had je al eerder een kinderboek geïllustreerd? Ik werk al een aantal jaar als illustrator. Ja. En hoe is dat verhaal bij jou terechtgekomen? Eigenlijk op een dag kreeg ik een telefoontje van de andere kant van het land. En het was een traumatoloog. Ik moest zelf even goed nadenken wat de jobtitel precies inhield. Ja. Ze hebben mij netjes op mail gezet. En toen heb ik door haar verhaal maar eens bekeken. Was ik al onder de indruk van haar enthousiasme naar kunnen. En ook wat vrouw ook allemaal had verwezenlijkt. Dus heb ik de opdracht aanvaard. Maar ik had het boek stiekem toen nog niet gelezen. Ik bekijk de synopsis snel. En dan start ik later pas aan het boek zelf. En zo is de bal aan het rollen gaan. Eigenlijk. Ja. Wat dacht je toen je dat verhaal las? Want ja, het is anders dan een ander kinderboek illustreren. Ja, je zit hier echt al ook in de hulpverlening. Dus het moet wel kloppen. Hoe ben je te werk gegaan? Ja, het concept zelf was lichtjes intimiderend. Het is erg zware materie. Je kan er geen knotsgek konijn op loslaten zonder het allemaal een beetje te wikken en te wegen. Maar ik was, zoals jij zegt, het was een heel leuk avonturenverhaal is het geworden. Dus dat was ook een hele geruststelling voor mij. En dan ben ik eigenlijk beginnen met eindelijk dan, wanneer het boek ingepland staat bij mij, het verhaal te lezen. En dan begin ik eerst te schetsen, gewoon los wat scènes. Ik zal bijvoorbeeld... Ja, laat eens zien. Ja. Mooi. Dus een van mijn vele Oscar-zoekbladen. Je mag die richting tonen. Ja, voilà. Alsjeblieft. Ja. En dan probeer ik gewoon af te tasten. Hoe ziet dat ventje eruit? Wat heeft hij aan? Is hij groot, klein, krullerig, donker? Wat moet ik er precies mee doen? Los van eventuele illustraties. Al merk ik wel meestal dat in de uiteindelijke uitwerking ga ik hier pikken van mezelf. Ja. Om de leukste schetsen toch nog te redden. Wie is die kabouter daar rechts? Al een van de... Ja, ik heb er een hartje bij geschreven, getekend. Een van de vele leuke dingen is, Oscar gaat doorheen zijn behandeling, doorheen zijn avontuur van tafereel naar tafereel. En op een gegeven moment zit hij op een strand waar, zoals ze dat doen, kabouters een zandkasteel aan het bouwen zijn. En die kabouter, er zijn verder geen andere schetsen voor nodig geweest. Die kwam uit mijn potlood en ik zei, die hou ik. En ik heb er zo tientallen mogen verzinnen voor in het boek. Die samen aan het zandkasteel aan het werken zijn. Fantastisch, ja. Happy accident. Kom er zo uit. Prachtig. En de andere tekeningen die je hebt meegebracht? Dus ik begin in potlood met heel veel kribbelwerk. En uiteindelijk heb ik ze allemaal uitgewerkt in plakkaatverf. Ah, dat is deze? Dat is die scène uit het boek. Okay. Ik ga achteraf digitaal nog wel wat ditjes en datjes toevoegen. Maar ik begin echt met... Met verf van potlood eigenlijk. Wat prachtig, ja. En hoe heb je... Ja, je hebt keuzes moeten maken dan om een bepaald soort universum te bouwen, zodat het en een avontuur blijft, maar ook niet te doldwaas, vergezocht, fantasierijk, omdat we natuurlijk met patiënten werken. Waar heb je de lijnen getrokken? Hoe heb je de keuzes gemaakt? Ja, ik heel hard in het verhaal kruip. En ik heb mij blijkbaar zo goed ingeleefd dat het duo mij ervan verdacht dat ik zelf een trauma had, zeiden ze. Dus een aantal subtiele dingetjes die ik heb gedaan. Bijvoorbeeld, eens kijken. Afgezien van de kaft, ik zie bijvoorbeeld bij de scène die bij jou nu open ligt, bijna elk tafereel zal de draak fysiek contact hebben met Oscar. Zit daar een zekere verbondenheid in? Kleine toetssteentjes, die muts is een beetje een metafoor voor de veiligheid, geborgenheid die jij zoekt. Kleine details heb ik her en daar in het boek gestopt om toch dat... Dat is nu allemaal... een stomme vraag, maar waarom hebben die geen ogen op die tekening? En hier wel. Ah, wel. Dat is... Moet je inbeelden, je hebt hier uren en uren aan gewerkt. En als je dan die ogen zet en het wordt daar knalscheel van of het mislukt. Dus die bewaar ik netjes voor digitaal. Dat doe je dan met de iPad op tijd. Maar wat fantastisch dat hij doorhad hoe je dat moest doen. Ja, wij verdenken er hem zwaar van dat hij stiekem PTSS heeft. Dat hij ooit toch zwaar behandeld is geweest. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met het verhaal die Frauke daarop geschreven heeft. Die eigenlijk de symptomen eigenlijk van die PTSS en wat je kan voelen als kind en als volwassen als je dat hebt, heeft kunnen pakken in het verhaal. Ja. Terwijl dat verhaal eigenlijk ook licht gebleven is. Want dit is ook een boek die je kan geven aan kinderen die geen PTSS hebben. Voilà. Het is gewoon leuk verhaal, avonturen die je kan beleven. Met een aantal leuke dingen die je moet doen
om tot rust te komen. Of, dus het kan eigenlijk heel breed gebruikt worden. Het is een avontuur in verschillende stops, in verschillende haltes, dat inderdaad los gelezen kan worden. Maar het is wel de bedoeling dat het in de praktijk gebruikt wordt. Hè. Voor wie is dit dan? Is dit voor de hulpverlener, de ouder, voor school? Waar moet het terechtkomen? Overal. Ja. Overal. En met dan de handleiding er al dan niet bij. Ja. Maar ik zeg, we hebben echt ook mensen die het kopen omdat ze het gewoon als een leuk verhaal lezen aan hun kinderen en het dan niet op een therapeutische manier gaan gebruiken. Ja. Je hebt ook een knuffel meegebracht. Is dat voor mentale steun of heeft dat ook iets te maken met het universum? Dat is het trauma. Ja. Dus in het boek is de octopus het trauma. Ja. Dus dat is het. Bij de clustervermijding moet hij dus naar het trauma in feite gaan. Hij moet het trauma opvissen. En blijkt het trauma dus inderdaad de octopus te zijn. En moet hij dus die naar boven halen, naar de oppervlakte, om er dan natuurlijk therapeutisch ook mee, verder mee te kunnen werken. En dat, is onze, dat is ons trauma die we hierbij hebben. Ja. En die we dan ook, ook letterlijk gebruiken als we met kinderen daarmee aan de slag gaan. Wat een prachtige creatie. Het gaat hier niet bij blijven. Wat zijn de plannen verder nog? De plannen verder zijn dat we bezig zijn aan een zelfhulpboek voor kinderen met dissociatie. Ja, dat is dan weer een ander probleem. Dissociatie is ook een zeer zwaar gevolg van trauma bij kinderen. En gaat dat dezelfde aanpak? Ja, we gaan met hetzelfde team hetzelfde aan de slag. Hetzelfde team gaat terug aan de slag. Absoluut. Jij bent terug mee aan boord. Ja. Ik heb alweer het vuil van de beer verkocht voordat hij geschoten is. Ik heb er ja gezegd. Ja. Ja. En dat wordt een reeks. Uiteindelijk. Ja. Dat is het plan. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik hoop van harte dat het de juiste kinderen en volwassenen mag bereiken. En dat die er niet alleen plezier aan blijven, maar ook mee geholpen zijn. Ja. Absoluut. Ik hoop dat ook van harte. Dank je wel voor jullie harde werk. Groeten aan dochter Frauke van Doris Dogen en Frauke Heijden. Met tekeningen van Chris Vosters is dit Oscar en het avontuur in de speelgoedkist. Je kan het nu vinden in de boekhandel. En als ze het daar niet hebben, dan bestel je het gewoon even met de groeten van de Boekaton. Of je kan het hier komen ontdekken. Wie weet vind je terug hier bij Lees het Boekenfestival. Het ligt hier vol met waanzinnig interessante boeken. 119 totaal passeren er hier op 7 dagen en 49 uur live slow TV tijd. Ik hoop dat je ervan aan het genieten bent, want we gaan door naar de volgende. Wie dat is, vind je nu al terug op boekaton.be.